De kinderopvang wordt steeds duurder. Steeds vaker besluiten ouders om kinderen thuis te houden en op andere manieren te zorgen voor een oppas. Wij brachten een bezoek aan kinderopvang Het Klavertje in Arnhem. Hoe gaat het met de kinderopvang van Het Klavertje? Op dit moment gaat het goed met de kinderopvang. We zitten gevestigd aan de Breeslandpad nummer 5 in de Blinkertschool. Omdat wij in het verleden hebben wij gezeten bij de kringloop in de school. Maar die is helaas afgebrand. Dus vandaar dat wij nou weer op de oude plek waar we in het verleden hebben gezeten nu weer zitten. Merk je een daling van kinderen? Nou ja, ik merk wel een daling. Vanaf vorige zomer, toen heb ik wel echt heel veel kinderen eigenlijk van het Klavertje zijn eraf gegaan. Maar er komen nog zusjes en broertjes, dus ik mag eigenlijk niet klagen. Ja. Vergeleken met Scar, voor het bedrijf wat je hebt, is het inderdaad goed? Ja, zeker. Want ik heb toch gemiddeld toch wel op de maandag, dinsdag en donderdag heb ik 25 kinderen. En op de woensdag en de vrijdag heb ik 9 à 10 kinderen. Dus dan mag ik eigenlijk niet klagen in deze tijd. En hoe ben je eigenlijk ooit begonnen? Nou, ik ben begonnen, even kijken, een paar jaar terug. Het is 10 jaar terug. Toen had mijn vader had het erover van waarom ik geen buitenschoolse opvang zou beginnen. En omdat ik zelf heb ik 3 kinderen, die waren nog jong en ik wou gaan werken. Maar ja, ik vond het fijn om toch bij mijn kinderen te zijn en ik hou van kinderen. Dus vandaar dat ik eigenlijk na heb gedacht van ik begin een buitenschoolse opvang. En je haalt de kinderen ook zelf op? Ik haal de kinderen zelf op bij verschillende scholen. De kringloop, maar ja, nu is dat de Wassenaarsingel tijdelijk. De Blinkert en de Troubadour en de Schuitgraaf en zelfs de Noord. Ja. En wat is nou het maximaal aantal dagen per kind wat ze bij jou besteden? Het is ongeveer 3 dagen. Gemiddeld 3 dagen. Ja, toch 2-3 dagen dat ouders kinderopvang afnemen. Nou, heel veel succes verder. Dankjewel. Ja.